Nou, we zijn net gezegend in de kerk en we hebben een mis bijgewoond. Nu weet ik weer waarom ik 25 jaar geleden voor het laatst in de kerk was. Nu hoef ik weer 25 jaar niet. Nou ja, dus dit zijn de mensen. Oude vaar. Dag Connie, dag Connie. We zijn je goed. Dank u. U ook. Ja, we zitten nu in Corbigny met een lekker gebakje en een kopje koffie. Helemaal top. Zo, lekker heuveltje af. We zijn natuurlijk wel eerst omhoog gefietst. Kijk eens wat een mooi plekje voor ons daar hebben ze geneerd. Oh, ho, 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 ho. Ja, ik denk dat hier zo in Frankrijk het geld een beetje op was. Want ja, hier hebben ze dus wel kruisen, maar daar zit Jezus er niet aan. Dus geen Jezus. Zo, ik ben weer gearriveerd bij de camping. En zoals je ziet op de achtergrond, geen Jezus. Ja, ik ben nu weer aangekomen op de camping municipal. Dat is altijd camping municipal, dat is gemeentecamping geloof ik heet dat, daar doen we mee. En hier zie je, kijk, sommige mensen hebben dus een dubbelstandaard. Ja, dat is niet voor niks blijkbaar, want die mijne pleurt overal met een heel jaar en oude ligt gelijk op de grond. En wat ik nu ook heb, is een Sint-Jacobsschelp achterop, weet je wel. Als ik dan wegrijd, dan weten ze dat ik pelgrim ben. Achterop de hello gemonteerd. Nou, daar ga ik mijn tentje even opzetten. Dan heb ik natuurlijk weer het mooiste plekje uitgezocht met een campingtafel en een barbecue. Helemaal goed. Dus ik moet even naar de supermarkt zo. En ja, dat was het weer. Later.